Cool. Wat leuk. Ja. Nou, ik vergat helemaal dat ik in de podcast zat. Zo gezellig was het. Dan ja. Jozef, je hebt hier wel wat editing aan. Succes, Jozef. Welkom bij Salesbazen, de podcast over sales en sales management. In 2020 begonnen we met het opnemen van gesprekken met onze klanten en relaties. Tegenwoordig interviewen we mensen uit de top van de commerciële wereld in Nederland. Er ontstaat een community van sales professionals die elkaar helpen om beter te worden in dit fantastische vak. We interviewen wekelijks nieuwe gasten, zodat ook jij elke week een stukje dichter bij de waarheid komt. Ken jij een salesbaas of ben je er zelf een? Stuur dan een e-mail naar redactie@salesbazen.com. Mijn naam is Jozef Stevens. Hou je handen aan het stuur en geniet van ruim 30 minuten aan kennis en kunde van de mensen die deze podcast mogelijk maken. Salesbazen. Onze salesbaas van vandaag begon haar carrière al op 17-jarige leeftijd. Ze ademt sales en het zit in haar DNA. Ze begon als cold caller, maar maakte al snel een grote stappen en verhuisde in de laatste maanden van haar studie naar Londen om daar in een corporate omgeving al aan de slag te gaan. Tijdens haar corporate avontuur besloot ze dat het anders kan en anders moet wat sales betreft. Zij sprong in het diepe en startte haar bedrijf Top Sales in Amsterdam. En als klap op de vuurpijl is net haar eerste boek uitgekomen, Top of Mind. Mijn naam is Hendrika Willemsen en tegenover mij zit Lotte Lobé. Welkom. Hi, dankjewel. Wat leuk dat je er bent. Ja, ik vind het ook leuk. Bedankt voor het mooie intro. Ja, hey, misschien is het leuk als je ook nog even wat over jezelf vertelt. Ja, is goed. Nou, je hebt al een hele hoop verteld, dus dat is mooi. Nou, mijn naam is Lotte Lobé en mijn bedrijf heet Top Sales Amsterdam. Dus ik help bedrijven, ondernemers en sales teams die B2B verkopen met het verbeteren van hun sales. Middels strategisch advies, training en coaching. Ik geef het meest training, maar wel altijd op basis van wat er speelt in het team. Dus ik ga altijd in gesprek ook met de sales manager. En inderdaad, mijn boek is nu uit. Dus dat is een feestje. Ja, mega spannend kan ik me voorstellen. Heel spannend. Hoe was dat voor jou in de aanloop naar je boek? Ook heel erg spannend. Ik moet eerlijk zeggen, ik had er een soort van idee bij dat het alleen maar leuk zou zijn en fantastisch. Maar ja, het is wel gewoon mijn kind. We hadden het er net ook even over. Je legt je ziel en zaligheid erin. Het komt recht uit je hart. Dus dat voelt ergens ook heel erg kwetsbaar. Ja. Maar ik heb wel ontzettend veel geleerd van het proces. En ik ben heel erg blij met het eindresultaat. Maar het is wel het is spannend. Sales zit echt wel in jou, in je DNA, denk ik. Het is echt een grote passie voor je. Hoe is dat ooit zo gekomen? Nou, er is niet echt een specifiek moment dat dat is ontstaan. Als ik zo terugkijk, dan zat het er inderdaad altijd al in. Dus om een voorbeeld te geven, toen ik op vakantie ging en mijn ouders naar Mallorca, en mijn broer ook. Het was een periode dat die Scooby-Doo-touwtjes helemaal hip waren. Ik weet niet of jij die nog kent, die knutselwerkjes. En dan ging ik die daar verkopen. Dan maakte ik een tafeltje en een prijslijst. En ik speelde in die tijd ook dwarsfluit. En dan ging ik in de stad spelen. Ook om eigenlijk mijn diensten te verkopen. Langs de deuren om van alles te verkopen. Ja, dat zit in mij. En hoe oud was je toen? Toen was ik 8 met die Scooby-Doo touwtjes. En ook met vriendinnen gingen we bloemen plukken. En dat dan weer uitstallen. En ja, dus altijd bezig met de business. Oh, wat geweldig. Ja. Het doet me ook weer een beetje denken uit mijn tijd. Want ik kom uit het Westland. En ik ging inderdaad ook altijd bloemen verkopen. En we hadden op een gegeven moment ook zo'n pruimenboom in de tuin staan. Dan ging ik ook pruimen verkopen langs de deur. Wat grappig. Ja. Hey, we beginnen de podcast altijd met de vraag: wat is het geheim van sales? Als ik jou die vraag stel, wat vind jij dat het geheim van sales is? Dat er geen geheim is. Dus soms doen mensen het voor laten komen of coaches dat er één magisch trucje is en daar gaat het gebeuren. Alleen het geheim zit erin om gewoon goed te kijken naar je markt, je product, je klanten en daar een strategie voor te bedenken. Dat kan hem zitten in verschillende dingen. Maar er is wel één ding dat steeds belangrijker wordt en dat is toch het hebben van een sterk personal brand. Ja. Ook als salespersoon. Dus naast die offline salesactiviteiten die je doet, of de meer traditionele manieren van verkopen, is het altijd een goed idee om een lange termijn strategie uit te zetten. En dat is toch om vanuit een sterk personal brand social selling activiteiten te gaan doen. Ja. Hey, personal branding is denk ik voor best wel mensen vinden dat spannend. Ja. Best wel vaak. Wat denk jij dat
Ik wou zeggen, wat is het geheim achter personal branding? Maar wat denk jij, welke stappen moet je nou echt zetten om echt een sterk personal brand op te bouwen? Ja, nou, het allerbelangrijkste is dat je gaat bedenken van, waar wil ik onbekend staan? Dus je gaat eerst kijken van, welke mentale associatie wil ik creëren in het hoofd van de doelgroep? Dus ga eerst eens nadenken over, met welk vakgebied jij geassocieerd wil worden. Dus voordat ik met mijn bedrijf begon, was mijn strategie letterlijk van, oké, als je Lotte Lobé hoort, dan denk je aan sales. En als je sales hoort, dan denk je aan Lotte Lobé. Dus dat was de associatie die ik wilde creëren in het hoofd van de doelgroep. Dus ben heel helder over waar jouw klant jou voor kan bellen. Dus welk vakgebied je eigenlijk wilt claimen. Daarnaast is het ook goed om eens te kijken naar je kernwaarden. Dus waar sta je nou voor? Wat vind je belangrijk in het contact met klanten? Wat zijn je normen en waarden? Dus om een voorbeeld te geven, als een kernwaarde van jou is dat je praktisch en doelgericht bent, zorg er dan voor dat zowel in online als offline contact met je doelgroep naar voren komt. Dus dan kies je bijvoorbeeld niet voor wollige teksten op LinkedIn post. En ook in klantgesprekken maak je duidelijk dat je een gerichte aanpak hanteert. Het laatste is een stukje onderscheidend vermogen. Dus wat maakt jou nou anders dan de rest? Er zijn verschillende manieren voor om je te onderscheiden. Daar schrijf ik ook over in mijn boek. Maar wat ik wel... Het kan natuurlijk heel extreem, hè? Dus op uiterlijke vertoningen of iets dat heel erg opvalt. Maar het kan ook in een aanpak zitten. En wat vaak ook zo is, is dat je blind bent voor je eigen goud. Ja. Dus ga gewoon eens vragen aan je klanten of mensen om je heen waarom ze voor jou gekozen hebben. Vaak zit het al in je en is de kunst om er meer licht op te schijnen. Denk je dat mensen dat eigenlijk veel moeilijker maken dan dat het is? Dat sowieso. Ja, ik kan me voorstellen dat ik heb er best wel ook wel een tijd over na moeten denken. Dat ik op een gegeven moment dacht, wat maakt mij dan nou anders dan anderen? Ja, en dat is eigenlijk het voordeel van personal branding, is dat onderscheidend vermogen krijg je al mee bij je geboorte eigenlijk, want ieder mens is al uniek. En het is vaak ook even goed kijken, wat zit er al in mij? En daar dat uitlichten. Of ervoor zorgen bijvoorbeeld, ik noem maar wat, als jij een mindmap maakt van jezelf. Dus je zet Hendrika in het midden. En dan ga je nadenken over als klanten naar me kijken, of ze kijken bijvoorbeeld naar mijn LinkedIn profiel, ze ontmoeten mij. Welke associaties moeten er dan bij hen opkomen? Dus welke delen die al in mij zitten, moeten naar voren komen? Dus dat kan zijn gepassioneerd, sales, boek, podcast, ik noem maar wat. En dat heb jij al, dat hoort al bij jou. En dat je dat ook bewust naar voren gaat halen. Ja. Ik vind wat we je vertelde net, hè, dat je zei van sales, Lotte, sales. Ja. Dat betekent ook wel dat je misschien bepaalde keuzes moet maken. Klopt. En er kan ook een verandering plaatsvinden, want ik ben heel erg gewoon puur op sales. Mijn boek is gericht vanuit het personal brand. En daar dat is natuurlijk ook als onderdeel van sales. Maar nu ga ik al richting sales en personal branding. Maar goed, je kunt mensen daar ook in meenemen. Want bij een persoon horen veranderingen. Daarom is het ook belangrijk om daarin gewoon open te zijn. Laat mensen zien waar je mee bezig bent en neem ze daarin mee. Hey, wat denk je nou dat de grootste fouten zijn die mensen maken als het over personal branding gaat? Dat ze niet authentiek... Het woord authentiek, dat gaat natuurlijk bij sommige mensen... je nekharen gaan er soms van overeind staan. Maar dat het te bedacht is. En tuurlijk, je moet jezelf nooit mooier voordoen dat je bent. En trouwens ook niet slechter. Maar dat je gewoon voelt dat het niet klopt. Dus ik denk dat dat de grootste fout is. Want mensen voelen wel of dit echt is wie jij bent. Ja. Of dat je bijvoorbeeld een toneelstukje aan het spelen bent. Ja, dat geloof ik wel. En het kan natuurlijk best wel moeilijk zijn om ook echt jezelf te laten zien. Nou, je vertelde net over je boek en dat is natuurlijk heel kwetsbaar. Maar om jezelf te laten zien, en zeker op socials, is natuurlijk ook best wel kwetsbaar. Is ook zo, ja. Hoe heb jij dat ervaren? Want jij bent natuurlijk best wel out there ook op de socials. Heb jij ook wel eens ervaren dat dat wat minder leuke kant met zich meebrengt? Dat ervaar ik wel eens. Maar over het algemeen ontvang ik vooral veel positiviteit. En er is natuurlijk een angst rond onzichtbaarheid. Omdat ergens willen we als mensen toch leuk gevonden worden. Ja. En mensen gaan iets van je vinden.
Maar ja, dat is nou ook net precies de bedoeling. En ik heb wel een duidelijke visie over mensen die negatief zijn op social media of andere mensen negatieve berichten sturen. Ik heb altijd zoiets van, als jij blij bent met wie je bent en je bent zelfverzekerd, dan hoef je een ander niet naar beneden te halen. Dus mensen die dat wel doen, dat komt toch vaak voor uit een stukje onzekerheid of jaloezie. Dus die zijn ook niet relevant. Het gaat er uiteindelijk om dat jij door echt te zijn de juiste mensen gaat aantrekken. Ja. En dat merk ik, dat voordeel weegt zoveel zwaarder. Omdat ik echt klanten heb dat helemaal mijn type is. En dezelfde energie. En dan denk ik, dat komt wel omdat ik mezelf out there, zeg maar, zet. En daardoor ook mensen aantrek die echt bij mij passen. En daar komen zoveel mooie ontmoetingen uit voort. Dus eigenlijk is het een beetje het shiften ook van de klanten waar je graag mee wil werken. En de klanten waar je eigenlijk misschien liever niet mee wil werken. Ja, zeker. Absoluut. Want ik heb eigenlijk nog nooit een mismatch gehad. Omdat de relatie, en dat is het voordeel van personal branding. Ik had trouwens, laatst kwam ik Freek Vonk tegen in Amsterdam. Ja. En ik wilde bijna hoi tegen hem zeggen. Omdat ik hem ken. Ja. Dus, en toen dacht ik, dit is eigenlijk wat personal branding is. Door alle uitingen die ik van hem heb gezien, of dan nou podcast, tv of wat dan ook, is er al een relatie. Dus op het moment dat jij al top of mind bent, en dus vanwege je personal brand, en er komt een lead binnen, dan is die relatie al grotendeels opgewarmd. En ze kiezen dan ook voor jou. Ja, dat is bijzonder, hè? Want ik ken jou natuurlijk ook via LinkedIn. En de eerste keer dat wij elkaar online met elkaar spraken, had ik ook het idee, ik ken jou voor mijn gevoel al, maar dat, eigenlijk was dat natuurlijk helemaal niet zo. Klopt, ja. Of, nou, een andere vorm in ieder geval. Hey, wat denk je dat de grootste fouten zijn die veel bedrijven maken wanneer het over sales gaat? Ik denk dat ze qua trainingsmogelijkheden niet alles eruit halen en daarbij ook niet kijken naar verschillende niveaus in het team. Dus je hebt natuurlijk senior mensen, je hebt altijd van die mensen die al heel lang in het vak zitten en onwijs groot netwerk hebben, en dan weer meer junior mensen. Dus ook, zeg maar, om naar die verschillen te kijken en ook mensen die net beginnen de kans te geven om zowel een merk op te bouwen als relaties op te bouwen. En dat kost gewoon tijd. En ook dat je vaak ziet dat in sales teams verschillende regio's hebben, verschillende producten, andere portfolio's, dat er niet genoeg informatie wordt uitgewisseld onderling. Dus dat iedereen toch een beetje op het eigen eilandje zit. Dus juist ook om meer met elkaar te zitten en niet alleen maar te bespreken wat de cijfers zijn en welke sales er zijn binnengehaald, maar ook op een ander level met elkaar in gesprek te gaan en daarin ook wat kwetsbaarder zijn. Ik denk, dat is natuurlijk ook een beetje de dynamiek en de druk van de cijfers. Ja. Vaak, want het gaat natuurlijk heel vaak om resultaat. Zeker. Denk je ook dat het een bepaalde angst is bij mensen? Die angst om te delen. Dat ze denken, ik hou het maar voor mezelf. Of dat het een concurrentie aanwakkert. Dat denk ik wel. Er zit zeker een angst. En ja, de vraag is ook, in hoeverre zijn mensen dan eerlijk tegen elkaar van hoe het allemaal gaat? Maar dat merk je in ondernemerslandschap ook wel, toch? Dus aan de voorkant is het allemaal van, oh, het gaat supergoed en bla, bla, bla. Maar ja, vaak is dat ook gewoon niet het geval. Nee, het gaat altijd goed als je het mensen vraagt. Ja, inderdaad, inderdaad. En dat zal ik nooit vergeten. Ik begon toen met mijn bedrijf en na de eerste paar maanden, het duurde gewoon eventjes voordat ik klanten had, voordat mijn personal brand stond. Dat zijn twee dingen, die kosten gewoon wat tijd. En er waren nog twee andere gasten, die waren ook een bedrijf begonnen en die zei, nou, Lotte, één naar de andere klant, we kunnen het niet meer aan. Nou ja, op een gegeven moment liep het bij mij supergoed en zij waren failliet, want ze hadden geen klanten. Toen dacht ik, ja, mensen lullen ook maar wat. Ja. Ja, maar dat moet je wel op waarde weten te schatten. Klopt, inderdaad. Ja. Want het is natuurlijk best wel moeilijk soms misschien om te horen dat het bij jou dan voor jouw gevoel nog niet helemaal gaat zoals je wil en bij een ander natuurlijk echt door het dak gaat. Ja, klopt. Maar ik denk dat het ook een stukje intuïtie is en aan je eigen pad houden. Want je weet het altijd wel wat voor jou werkt. Ja. En daaraan vasthouden. Ja. Hey, wat zijn nou de grootste clichés als het over sales gaat waar je het absoluut niet mee eens bent? Ik denk dat toch een beetje de standaard clichés zijn. Maar die beginnen ook wel te verdwijnen. Ik denk ook doordat we er met z'n allen altijd over praten, dat het ook blijft bestaan. Ja. Dus dat het allemaal gladde types zijn en dat het alleen maar om geld gaat. Maar ja, het gaat natuurlijk ook om geld, want er moet ook gewoon verkocht worden. Ja. Maar het kan prima naast elkaar bestaan. Je kan een ontzettend fijn mens zijn, je uiterste best doen voor je klant, waarde leveren en daartegenover een factuur zetten. Daar is helemaal niks fout mee. Dat is alleen maar goed. Dat is mooi. De schoorsteen moet ook roken, zeg ik precies. Altijd. Ja, dus het kan hand in hand gaan. Ja, dat...
Ik vind het wel mooi wat je zegt, want ik denk dat juist iedereen echt zijn eigen manier van sales moet ontdekken. Absoluut. En op zijn eigen manier sales moet gaan bedrijven. Want dat anders dan hou je het gewoon niet vol, denk ik. Ja, eens. Ja, en misschien ook vanuit sales management daar de ruimte voor geven. Dus geef in ieder geval de tools, laat mensen met elkaar praten en geef mensen ook de ruimte om dingen te proberen. Ja, maar daar hoort ook een beetje fouten maken bij. Zeker. Zeker. En dat is best lastig. Dat is ook lastig, ja. Ik weet nog wel, toen ik net begon in Londen, in de city, dan moest ik financiële producten verkopen aan banken en asset managers en ik had geen financiële achtergrond. Dus ik voelde me daar zo ontzettend angstig de hele tijd. Ja. En ik was ook allemaal met mensen in het team die veel verder waren dan ik en de markt heel goed kenden. Maar er was wel ruimte voor. Dus zij konden wel, zeg maar, zij zagen gewoon mijn potentie en voor waar ik stond deed ik het hartstikke goed. Alleen ik ging me altijd vergelijken met bijvoorbeeld iemand die al 20 jaar verder was. En dan dacht ik doe het niet goed genoeg. Dus dat, ja, dat zijn de gevaren. Komt dat omdat we altijd maar omhoog kijken? Verder vooruit kijken naar wat verder is en eigenlijk niet zozeer kijken naar achter ons? Ja, ik denk het wel. Maar ik denk dat heeft ook twee kanten. Het is ook goed om vooruit te kijken en jezelf te blijven ontwikkelen als je op een gegeven moment maar wel ook af en toe achterom kijkt. En dat leer ik ook steeds meer om dat te doen en daarbij stil te staan. Ja, om te kijken naar wat je ook echt bereikt hebt en de mijlpalen die daarbij horen. Ja, dat vergeten we soms wel eens. Hey, hoe belangrijk is een plan voor sales? Heel belangrijk. Ja. Ik heb het idee dat het daar best wel vaak nog misgaat. Als je kijkt in de praktijk. Dat heel veel sales voor mijn gevoel af en toe doen maar wat op gevoel. En daar ontbreekt het plan een beetje. Of het plan is er wel, maar dat ligt ergens dan weg te stoffen, zeg Precies. maar zo in die kast. Hoe ga jij daarmee om in de trajecten die jij doet? Ik praat altijd met de sales manager. Dus als het bijvoorbeeld om een training gaat, dan wil ik eerst naar de strategie kijken. En weten waar de pijnpunten liggen. Zodat ik op basis daarvan de training kan geven. Dus ik wil ook weten wat het plan is. Moeten we nog wat dingen aanpassen in het plan? Een andere richting op? En dan pas ga ik de kennis delen op basis van het plan. Het is natuurlijk leuk om even een leuke losse training te geven. Maar er moet natuurlijk wel een gedachtegang achter zitten. En vaak worden er ook wel hele goede dingen gedaan. Maar is het ook gewoon even een noodzaak om te kijken, oké, wat doen we nou en waarom? Waar kunnen we nog bijsturen? En ja, op die manier. Vinden veel bedrijven dat ook confronterend als je mee gaat kijken? Nee, dat heb ik nog niet zo ervaren. Ook omdat ze komen naar mij toe, dus ik dring me ook niet op. Ja. En ja, nee, dat valt heel erg mee. Dus het komt vanuit hen zelf. Is dat dan ook weer de kracht, hè, van het opbouwen van jouw personal brand? Dat je zegt van klanten komen naar mij toe, die vragen mij. Ja, dat is daar wel een resultaat van. Ja. Ja, het is eigenlijk een hele andere manier van sales bedrijven. Ja, dat is het wel. Ja, en buiten het online stukje geloof ik ook nog steeds heel erg in offline netwerken. Ja. Dus dat hoort er ook absoluut bij. Alleen het gaat er gewoon om dat je op zowel online als offline zichtbaar bent. Dus ze moeten je op meerdere manieren, meerdere plekken zien. Ook bijvoorbeeld dat we nu hier in de podcast zitten. Een deel van mijn doelgroep luistert ook. Misschien voegen ze me toe op LinkedIn. Ze komen ze nog een keertje ergens tegen. En iedere keer heb je, zeg maar, soort van touchpoints die gaan zorgen voor dat die relatie er is. Ja. Ja, en dat ze je steeds vaker gaan zien. Dat ze een bepaald gevoel bij je gaan krijgen. Dat ze je gaan vertrouwen. Ja. Weet je, als je kijkt naar organisaties en salesbedrijven, er wordt ook best wel veel nog aan koude acquisitie. Ik noem het even koude acquisitie. Ja. Maar er wordt best wel veel nog gedaan binnen organisaties. Geloof jij nog in de kracht van het koud bellen van mensen? In sommige situaties werkt dat nog steeds. Ik heb ook een klant waar ik laatst nog een cold calling training bij heb gegeven. Zij doen test services, zeg maar. Dus websites testen en dergelijke. En dat werkt voor hen ook heel goed. Maar wat ik dan wel doe, is ook dat stukje LinkedIn meenemen en personal branding en ook dat met elkaar verbinden. Dus dan zeg ik van, hey, als jij een telefoongesprek hebt gehad en het is hem nog net niet, maar de relatie voelde wel goed, voeg je mensen toe op LinkedIn en door consistent zichtbaar te zijn, kun je weer gaan opwarmen. Of je belt iemand op, je wordt gegoogeld, dan is het heel belangrijk dat je ook dat je een autoriteit bent binnen je markt. Dus dan probeer ik wel dat stukje erbij te introduceren. Merk je dat mensen die consistentie lastig vinden? Ik hoor mensen ook heel vaak zeggen, waar moet ik dan in vredesnaam over schrijven? Ja,
Ja, dat vinden mensen inderdaad lastig. Dus daarom zeg ik ook altijd, doe iets wat haalbaar is. Ja. Je ziet wel eens mensen die zijn dan 2 maanden super actief. Iedere dag post en dan verdwijnt het weer naar de achtergrond. Ja. Maar als jij bijvoorbeeld 1 keer in de week een kwalitatief goede post levert, of je zorgt dat je regelmatig zichtbaar bent, dat werkt veel beter. En mensen die onderschatten zichzelf vaak ook van wat voor informatie en kennis ze al bij zich hebben liggen. Ze zijn iedere dag in gesprek met klanten. Als je een vraag van een klant krijgt, schrijf hem op. Dan heb je weer inspiratie voor een post. Misschien heb je een keer een presentatie gegeven waar je onwijs veel kennis in hebt gedeeld. Heb je een keer een blog of een artikel geschreven, kun je alweer 10 posts uithalen. Dus ik denk ook dat er vaak te moeilijk gedacht wordt en dat er eigenlijk al heel veel is wat ze kunnen delen. Het, je kan het best efficiënt doen als ik jou zo hoor, wat je zegt, zo'n blogpost waar je natuurlijk eigenlijk weer 10 posts uit kan halen die je weer voor socials kan gebruiken. Zeker, ja. Want wat je natuurlijk best wel veel ziet gebeuren op LinkedIn nog steeds is, wij van WC Eend, hier is mijn product en daar posten we wat over en dan verwachten we maar dat het in 1 keer op miraculeuze wijze verkocht wordt of zo. Ja. Maar dat gebeurt natuurlijk niet. Nee, dat gebeurt niet, nee. Nee, mensen kijken ook naar jouw LinkedIn-profiel of naar je content vanuit een what's in it for me perspectief. Ja. Kan ik iets van je leren? Ben je inspirerend? Zit er entertainment in? Dus je kunt indirect je product promoten. Of bijvoorbeeld dat je iets vertelt over trends en ontwikkelingen in de markt. En dat je hem een keer afsluit met, wil je weten wat het voor jouw bedrijf kan betekenen? Kom dan eens langs voor een kop koffie. Dus dat je met een call to action. Ja. Maar de grootste regel van social selling is de geven voordat je kunt nemen. Ja. En dan moet je wel toe bereid zijn. Ja, en dat gaat natuurlijk ook niet van de een op de andere dag. Want zeker. Het is ook niet zo dat jij een week geeft en dat iedereen dan rijen 10 dik zeg maar voor absoluut de deur niet. Nee, want sommige mensen zijn dus ook heel bang om te posten. En dan zeg ik van als 1 zo'n post van jou al zoveel effect zou kunnen hebben, dan zouden we allemaal miljonair zijn. Ja. Dus aan de ene kant is het een troostende gedachte. Aan de andere kant zegt het dus ook dat je echt wel langere tijd dit moet doen voordat je de vruchten kunt plukken. Ja. Hey, jouw boek, ja. Top of Mind, wil je daar eens wat meer over vertellen? Ja, ik heb hem meegenomen toevallig. Mensen kunnen het niet zien, maar ik pak er even bij. Top of Mind, pak je podium en word een autoriteit binnen je vakgebied. Het begint bij personal branding, dus hoe bouw je nou een personal brand? En vervolgens heel belangrijk, hoe ga je hem tot uiting brengen? Daar vertel ik over social selling, waarbij we extra inzoomen op LinkedIn. Een stukje offline netwerken, ook nog steeds belangrijk. Zichtbaarheid, waarin ik ook de angst voor zichtbaarheid bespreek. En al die belemmerende overtuigingen. En ook, hoe kun je nou in de media komen? Je zegt gewoon offline netwerken. Ja. Wat geef je mensen dan voor advies mee daarover? Dat ze daar ook tijd en energie in moeten steken. Dat niets een persoonlijke ontmoeting kan overtreffen. Ja. En ook verschillende ideeën over het offline netwerken. Dat hoeft niet altijd bij een businessclub te zijn. Maar kijk ook eens, als je in een kantoorgebouw zit, wie zit er al bij jou in het kantoor? Ja. En ook als jij een open persoon bent en je bent oprecht geïnteresseerd in anderen, kun je overal netwerken. Tot aan de bakker aan toe. Ja. Of op het vliegveld. Dus het gaat vooral dat je geïnteresseerd bent in anderen. Laat anderen maar praten. Ga maar vragen stellen. En ook weer een stukje geven voordat je kunt nemen. Ja, ik moet een beetje lachen, want dat is best wel, dat zie ik in sales best nog wel vaak misgaan. Ja. Hè? Dat mensen natuurlijk naar zo'n klant gaan en dan maar gewoon die hele propositie als een stortvloed erover uitstorten en eigenlijk totaal geen vragen stellen. Dat is het. Aan iemand. En die oprechte interesse, die ontbreekt ook best wel vaak, denk ik. Ontbreekt echt vaak. En ook, sommige mensen zijn zenuwachtig om naar een netwerkevent te gaan. Daar geef ik ook tips over. Maar eigenlijk is het helemaal niet zo spannend. Want laat de ander praten. Ja. En als jij dan aan de beurt komt, dan is het wel handig dat je kort en krachtig kunt vertellen wie je bent en wat je doet. Maar vaak gaan mensen er ook veel te lang over door. En sta je in een gesprek waarvan je denkt, kan ik hier weg? En dat is niet de bedoeling. Houd dit op. Ja, dat je denkt, dus ik ga even een bitterbal halen. Ik ben zo terug en dan nooit meer terugkomen. Precies. Nee, dat we. Ja, ik snap dat. Ja, ik ben altijd een beetje, en dat klinkt misschien een beetje gek uit mijn mond, een soort van socially awkward met zeg maar netwerkevenementen. Dus ik vind het fantastisch om op een podium te staan en om te spreken. Alleen als er dan daarna zo'n moment komt waarvan ik dan moet gaan bepalen bij wie ik dan aanschuif, daar word ik een beetje ongemakkelijk altijd van. Ja.
Maar ik weet wel, ja, je hebt er zoveel aan. Maar ja, het is ook zeker. Gewoon superleuk om mensen te leren kennen. Is ook zo. En over dat aanschuiven bij mensen heb ik wel een tip voor. Ga altijd bij een groepje van 3 staan. Want daar kun je makkelijk bij aanschuiven. Als mensen met z'n tweeën staan te praten, dan kan het zijn dat je het gesprek inbreekt. Kom je er echt in? Ja. Oh ja, wat een goeie. Oh, die ga ik zeker meenemen. Ja. Ik heb ook weer wat geleerd vandaag. Ja, ja, ja. Merk je dat veel organisaties personal branding ook moeilijk vinden? Omdat je hebt natuurlijk als organisatie wil je merk in de markt zetten. Maar mensen ja, die bij je werken moeten dan ook iets aan personal branding eigenlijk gaan doen. Of nou ja, ze moeten niks, ze mogen. Maar merk je dat veel bedrijven dat moeilijk vinden? Ik zie eigenlijk 2 uitersten. Dus of het is, we laten jullie volledig vrij en het is ook jouw merk en het is jouw persoonlijkheid en vertrouw je erin. Of dat ze nog wat meer aan de andere kant zitten met de richtlijnen. En eerst even langs die en die voordat je iets post. Of ja, maar als iedereen dan dat gaat posten. Of dan komt dat eerder uit dan op de company page van LinkedIn. Dus het zijn 2 uitersten. Ja. Ja. Ja, dat is, want ik kan me voorstellen dat mensen daar dan ook, dat een soort barrière voor mensen wordt. Ja. Want je hebt ook geen zin om 86 stappen in ten door te gaan voordat je een keer wat mag gaan posten. Precies, inderdaad. En dan gaat ook het magische sausje eraf van die persoon zelf. En het is wel gewoon je eigen merk. Dus je bent wel verbonden aan het vakgebied of je bent eigenlijk een personificatie van het bedrijf. Maar hoe meer bedrijven daarop gaan hameren dat het anders moet, ja, dan werkt het niet meer. Maar je moet jezelf dus eigenlijk echt als merk gaan zien. En dan eigenlijk je baan of je rol of het merk van je bedrijf als onderdeel van wat je doet. Ja, absoluut. En tuurlijk, je personal brand is gebaseerd op authentieke kenmerken van jou. Maar het is niet wie jij volledig bent. En dat is ook als mensen bang zijn om afgewezen te worden. Ze kunnen jou helemaal niet afwijzen op basis van je personal brand. Ze wijzen je het personal brand af dat je hebt neergezet. Maar niemand kan jou volledig kennen als mens. Tot in het diepste van je ziel. Dus als je het zo bekijkt, dan kunnen mensen jou niet afwijzen. Ja, het voelt natuurlijk wel fucking persoonlijk. Ja, dat is ook zo. Want je weet het. Je weet het in je achterhoofd. Maar daar heb ik zoiets van, daar moet je dan maar mee leren omgaan. Ja. Het is natuurlijk ook een beetje een dikke huid kweken gewoon. Dat is het ook. En ik denk ook van als je er tussenuit wil springen en relevant en interessant wil zijn, dan gaan de juiste mensen iets van je vinden die bij jou horen, waar je echt iets mee kan. En er zullen ook mensen zijn die je niet leuk vinden. Ja. Ja. Ja, of die gaan ontvolgen of die inderdaad niet bij je kopen. Of hoe ga jij daarmee om als je een keer teleurstelling of tegenslag hebt? De laatste tijd probeer ik het gewoon te ondergaan. Ja. Dus eerst kon ik dan altijd, dan wilde ik alles ombuigen. Maar ik leer steeds meer om gewoon te denken van, ik voel het en ik ga gewoon door. En dit waait ook wel weer over. Ja. Ja. Het mag er zijn. Ja, die hoor je heel vaak, hè? Je kan het niet meer horen, maar het this is wel. This too shall pass, denk ik dan precies, ook wel eens. Ja. Ja, het is wat het is. Ja, dat is eigenlijk wel mooi. Ja, het mag er zijn. Ja, dat is ook wel zo. Want ik denk ook wel dat wij als mensen gewoon te vaak denken dat we alles direct stand te been moeten oplossen. Weet je wel? Of dat we het niet mogen voelen. Ja. En van mijn boek heb ik ook wel een paar nachten wakker gelegen, hoor. En toen had ik ook zoiets van, dit hoort er nu even bij. Want als ik nu ook ga vechten tegen dat ik dit niet wil voelen of dat ik dan wel wil slapen, dan heb ik er eigenlijk weer een probleem bij. Ja. Dus maar gewoon, het is een spannende fase. Het is ook heel leuk, maar het houdt me wakker, want ik moet aan veel dingen denken. Prima. Ja. Ja, je ondergaat het ook gewoon even op sommige momenten. En het is ook een spannend proces. Is ook zo, boek, want het is van jou. Het is je kind. Je hoopt natuurlijk dat het goed ontvangen wordt. Dat mensen enthousiast erover zijn. En dat het goed verkocht wordt. Nog even een aanvullende vraag over je boek. Hè? Je hebt ervoor gekozen om het zelf uit te geven. Ja. Hoe vond je dat proces om dat te doen? Heftig. Ja, er komt, want je stapt een wereld in die nog totaal onbekend is. Ja. Dus ik zie het een beetje alsof je een grote jungle inloopt met een kapmes. En dan alles zo, weet je wel, moet omkappen. En dan iedere keer weer een doos staat met iets wat jij moet ontrafelen om weer naar het volgende level te kunnen. Van een eigen schrijfstijl ontwikkelen, partners vinden, zoals een redacteur, een drukkerij, vormgever, een fotograaf voor de cover, maar ook een visagie, evenement organiseren, de marketing eromheen, de distributie van boeken. Er komt zo ontzettend veel bij kijken. Dat vond ik vrij heftig, maar ook super interessant en leuk. Dat ik denk, weet nu wel weer heel veel meer. Ik ben er in ieder geval wijzer uitgekomen. Ja.
Wat zou jij de luisteraars willen meegeven vandaag? Dat ze mogen gaan staan voor wie ze zijn. Dat ze het moeten doen op een manier die van binnenuit komt. Want je weet wel wat je moet doen. Ga die stappen maken. En heb ja, wat meer scheid. Ga het gewoon proberen. Ga ermee experimenteren. Mensen vinden toch wel wat van je. Dus dan kun je net zo goed je dromen volgen. En ja, ik heb soms ook zoiets, klinkt heel hard, over 100 jaar zijn we allemaal dood. En misschien kijk je dan terug op je leven. Hoe wil jij dan geleefd hebben? Doe je eigen ding. Dan ben jij weg en dan ga ik daarna weer helemaal verder met mijn eigen leven. Dan ben ik echt geen seconde meer bezig met jou. Ja. Dan ben ik alleen maar bezig met wat zal Hendrika van mij vinden als ik al ergens mee bezig ben. Ja. Dus iedereen is met zichzelf bezig. Ja. Hey, dat vind ik een mooie afsluiter, Lotte. Ja. Onwijs bedankt dat je in de aflevering wilde komen. En dankjewel voor je mooie open gesprek. Yes, bedankt. Ik heb genoten van dit interview. Maar ik wil ook graag weten wat jij ervan vindt. En dat kun je me laten weten door een e-mail te sturen naar jozef.stevens@salesbazen.com. En wil je in contact komen met de andere luisteraars van deze podcast? Meld je dan aan bij onze speciale WhatsApp-groep door een bericht te sturen naar 06-876-08-311. Trouwens, dat nummer kun je ook vinden op onze website salesbazen.com. In het dagelijks leven geef ik sales training en geef ik advies aan salesorganisaties. Ik ben niet op zoek naar klanten, maar ik ben altijd op zoek naar sales teams met problemen. En alle vrije tijd besteed ik aan het laten groeien van de salesbazen community. Jij kunt me daarbij helpen door deze aflevering door te sturen naar je collega's of te posten op je social media. Laat snel wat van je horen, want wij zijn benieuwd naar jouw verhaal. Maak er een mooie dag van en we spreken elkaar bij de volgende podcast van Salesbazen.